En vandaar, collega's, dat ik van mening ben dat de historiek van dit dossier, PFOS-verontreiniging, meer vragen oproept en antwoorden. En ik wil mij helemaal niet moeien met de werkzaamheden van het parlement, maar ik denk dat het niet slecht zou zijn dat een parlementaire onderzoekscommissie zich zou buigen over dit dossier. We hebben natuurlijk ook wel voldoende contacten gehad deze namiddag, collega's, voor dit hier losbarsten. En de minister heeft eigenlijk al onmiddellijk gezegd, u mag dat gerust weten, ik heb dat zelfs op sms, van ja, oké, hoorzittingen, als die gepland zijn, laat die dan eerst maar lopen en dan zien we wel waar dat uitkomt. En wat dat betreft zult u ook de minister niks anders horen zeggen dan onze fractie, hoor. Dit is politiek aberrant. Dit is een parlement. Als een minister hier langskomt om op een vraag te antwoorden, officieel en heel bewust in haar antwoord, ik heb het citaat hier voor mij waarbij ze pleit voor een onderzoekscommissie. En nu komt u tegen mij zeggen, ik heb een sms van de minister die iets anders zegt. Mevrouw de voorzitter, dat is pas een reden om een minister naar het parlement te halen en u te vragen, wat is het nu? De minister, ik zit inderdaad heel een tijd, excuus daarvoor, op mijn gsm met de minister te communiceren, die dan natuurlijk van op haar kabinet aan het volgen is. Ik schors de vergadering, want de minister heeft op eigen houtje beslist om te komen naar hier. Ik heb alleen willen aangeven dat ik helaas niet beschik over alle gegevens over de periode voordat ik natuurlijk minister was. Het feit dat we vandaag de dag nog altijd vragen op zoek naar antwoorden zijn op vragen die 15, 16 jaar geleden gesteld zijn. Ja, sorry, maar dat baart mij wel zorgen. Hè? Allee, ik mag mij die vragen toch wel stellen. Mevrouw de minister, mevrouw de voorzitter, na het horen van uw laatste verklaring kan mijn fractie niet anders dan het verzoek van de oppositie tot een onderzoekscommissie steunen.